goedemiddag. Welkom bij deze cryptocurrency update en alweer van donderdag 13 augustus. Er zijn weer een aantal belangrijke dingen die ik met jullie wil bespreken. Maar allereerst, deze video is niet bedoeld als financieel advies. Is enkel bedoeld voor educatief doeleinden. Ik deel ook enkel mijn inzichten. Wat ik deel hoeft natuurlijk niet uitgespeeld te worden. Doe gewoon je eigen research. Ik deel enkel wat ik, hoe ik erover denk. En dan wil ik nu gelijk aftrappen, want we kijken op dit moment naar twee scenario's. En dat is het scenario dat we deze mooie triangle aan het vormen zijn. Dat we langzamerhand omhoog gaan kruipen en dat we daarna een gigantische move omhoog gaan krijgen. Nou ja, dat is scenario 1. En dan is dit een ABC of dit is een ABC. We kunnen het op allerlei manieren gaan tekenen. Maar in ieder geval waar het op neerkomt dat mijn target ligt tussen de 12.600 tot met de 13.000. En als we dan ook de triangle, ik heb hem hier gepakt, eerst touchpoint. Ja, ik wil hem hier niet pakken, het kan wel, maar ik wil hem liever hier pakken. Die wicks, dat tel ik liever niet mee. Maar dan kom ik dus op een target van 12.855. En dat is dus de target van deze box. En dan hebben we ook nog een bearish target en mijn bearish case. Die hadden we al eerder gedeeld, ABC. Waarschijnlijk na deze ABC, want we hebben een 1 tot 5 compleet gemaakt op het grote plaatje. Laten we dat ook even vooropstellen, dit er. Hoe we het vaak zien, deze ABC zal dan waarschijnlijk de A zijn. Ja, ik weet het, het mag eigenlijk niet, maar het zal dan een WXI zijn natuurlijk. Want we zien altijd een grotere correctie. En dat betekent dat we dus na het opzoeken van de 10.500 wellicht weer een bounce gaan krijgen naar, wat zal het zijn? Nou, ik schat 11.500, dat is wel een mooie key. Reken ook misschien een beetje op de 0.618 Fibonacci of de Golden Pocket. En daarna zullen we alsnog een C gaan krijgen. En die C kan altijd wat dieper uitvallen. Maar dat moeten we tegen die tijd even bekijken hoe het gaat lopen. Maar dit is in ieder geval de bearish case, het grote plaatje. En we hebben natuurlijk nog de bullish case. En dat is dat we nog niet klaar zijn. En dat betekent dat je hier een 1, 2, 3, 4 en de laatste 5 die zit op dus deze zone die we hier hebben uitgetekend. Ik zal de lijnen even aanzetten voor je, dan krijg je een idee. Maar dat zal dus op deze manier gaan uitspelen. En dat is zeker nog mogelijk, want we hebben natuurlijk op het lagere tijdframe zijn er signalen van dat we toch wel een topping out hebben. Of misschien een distributie is, ook door deze gigantische cel, behoorlijk wat volume hier in het rood is. Maar, niet vergeten, we hebben op de 6 uur, ja, hier zie je hem al. Op de RSI maken we low lows en hier maken we higher lows. En dat betekent dus wel, als we deze opkoping weer krijgen en we komen boven de 11.500 opnieuw. Ja, dan is het gewoon vuurwerk, want dan gaan we de 6 uur hidden bullish divergentie uitspelen. En ik zal je wel vertellen, hij is zelfs op de 12 uur aanwezig. En op de 12 uur aanwezig in combinatie met de stocht die ook wel weer momentum wil pakken. Ja, dat belooft natuurlijk veel goeds. En dat belooft waarschijnlijk nog op een gigantische pump. Naar mijn idee. En dat we daarna een blow-off top gaan krijgen. Dat we daarna een gigantische candle gaan zien. Gewoon letterlijk topping out en recht naar beneden. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat we hier hadden. Dat is hoe ik er nu een beetje naar kijk. En dat we daarna weer zo gaan. En dat we dan voor een grotere ABC gaan. Dat is voor nu voor de bull case. En dat we dus nog niet in de topping out fase zitten. Er zijn positieve signalen en dat is zelfs op de daily hebben we die hidden bullish divergentie. Nou ja, zelfs op de daily en de daily van gisteren ziet er gewoon goed uit, ziet er sterk uit. En we hebben nog 13 uur te gaan, dus we hebben alle tijd. Maar in ieder geval dat we dat ook al op de daily zien, op de 12 uur zien, op de 6 uur zien en op de 4 uur zien dat we hidden bullish divergenties maken. Ja, dat is natuurlijk super, super positief. Dat is gewoon supergoed. Maar het is voor mij wel van belang. En ik ga hem nu verplaatsen. Ik ga een nieuwe blauwe box in kaart brengen. Want de blauwe boxen, daar krijgen mensen toch een wat beter beeld van. Is dat ik geen 4 uur candle close wil zien onder deze blauwe box. En dan is het een zone tussen 11.100 en 11.200. Daar wil ik geen 4 uur close onder zien. Want wanneer we dat zien, ja, dan verwacht ik echt wel, want dan hebben deze candles hebben we dan uitgeschakeld. Dan maken we dus een low low op de 4 uur. Ja, en dan is het gewoon foute boel. Dan verwacht ik dus dat we voor de bear case gaan, die wellicht dit kan betekenen.
Maar goed, weet je, de trend is your friend. En zolang wij dus hier boven blijven, kijk ik omhoog. Dat is gewoon een regel die ik met mezelf heb. Dus op het moment dat wij dus deze kans een moment te pakken. Even kijken, 2 uur wijs wel naar beneden. Niet super mooi. We kunnen hier misschien wel een mooi trendlijntje tekenen zo. Waar de 2 uur wellicht support kan gaan vinden. Even kijken hoe de 1 uur eruit ziet. Ja, de 1 uur wil wel weer zijn momenten pakken. Dus dat ziet er wel weer goed uit. En dan de 30 minuten, die wijst ook omhoog. Zien we nog een divergentie of iets? Nee, dat niet. Nee. Nou ja, in ieder geval, weet je, op dit moment moeten we gewoon echt naar het grotere plaatje kijken. Het zou namelijk best nog kunnen zijn dat we nog één squeeze gaan krijgen. Maar het gaat erom dat we geen 4 uur closing gaan zien onder de blauwe box. En zolang dat niet gebeurt, kijk ik omhoog. Kijk, deze retest is gefailed, dus logisch. De eerste test past. Hij stond hier al eigenlijk ook uitgetekend. Maar op het moment dat we hem nu nog een keer testen, verwacht ik zeker wel dat wij die 11.800, 11.900 zone gaan opzoeken. En ja, en dan is het natuurlijk afwachten van oké, hoe lang blijven we daar consolideren? Worden we daar niet direct weerkaatst? Want zoals jullie misschien al weten, triangles, ik zet hem wel even op de 4 uur. Kijk, en dan hebben we het nu even niet over de hidden bullish divergentie. Kijk, de hidden bullish divergentie die zal er waarschijnlijk voor zorgen dat we omhoog uitbreken. Moet alleen niet vergeten, het is Bitcoin land. En wanneer iedereen dus wacht op die breakout omhoog, dan zul je zien dat het naar beneden kan. En deze triangle kan namelijk ook naar beneden uitbreken. Het heeft gewoon zoveel procent kans om naar beneden uit te breken, zoveel procent kans naar boven. En zoals je hier ziet, die triangle target die ligt ook precies op die 10.508. En als we dus echt spreken van de triangle, dan zou je kunnen zeggen dat dit die 5 was die we dus eigenlijk in de bear case hebben. En dat je nu in een ABCDE zit. Zo. En dat je dan hier A, B, C, D, E. En bij de E zijn momentum verliest. Dus dat je eigenlijk die claim niet gaat krijgen op de 11.700. En dat je dan naar beneden valt. Kijk, dat is gewoon een bear case. En misschien zou je hem wel zelf zo kunnen zetten. Maar dan komt deze 5 niet heel mooi uit, of zo, eerlijk gezegd. Dus het is meer, oké, weten we de, dus conclusie, weten we een 4 uur close te zien boven de 11.580? Dan ja, verwacht ik sowieso een retest van 11.900. Daar wordt het goed in de gaten houden wat er precies gaat gebeuren, wat we precies kunnen zien. En ik zal deze even klein maken, zo, dus beter. Wat we hier kunnen gaan zien. Zien we een hele kleine correctie. We weten we support te vinden, nou ja, op eigenlijk een nieuwe blauwe box. Deze blauwe box. Weten we daarna daar support op te vinden, dan verwacht ik dat we de grijze box gaan opzoeken. En dan dat we daarna een blown of top krijgen. Blown top of. Ik kom niet eens meer uit het woord. Veel te warm vandaag, jongens. En dan vormen we waarschijnlijk ook op de daily, want we hebben nu nog die hidden bullish divergentie. Maar dan zullen we ook op de daily waarschijnlijk en op de 12 uur zullen wij een lelijke bearish divergentie vormen. Ja, en de daily bearish divergentie is voor mij dus echt pas een signaal dat we de W5 hebben uitgespeeld. Want de W5 wordt altijd ook gesloten met een bearish divergentie. En daarom denk ik dat wij nog niet klaar zijn. Want op de daily hebben wij nog gewoon geen bearish divergentie. Ja, trouwens, hero. Een mini, echt een mini. Ja, ik weet niet of ik die wil tellen. Het is meer op de daily wil ik meer over een langere tijdsperiode zien dan 6 dagen. Dus dat is wel iets wat we in de gaten gaan houden. Maar nogmaals, we hebben die hidden bullish divergentie ook. Dus ja, dat kan ook allemaal. Even kijken, wat zien we op de BTC Futures chart. Nou ja, die is toch op de daily wijs naar beneden. Stog op de 12 uur is laag. Wilt weer omhoog kruipen. 6 uur wijs naar beneden. 4 uur wijs naar beneden. 3 uur wijs naar beneden. 2 uur wijst ook naar beneden. En 1 uur wijs omhoog. Nu zien we echt een mix van signalen. En dat is dus dat we nu echt gewoon kleine tijdframes tegen de grotere tijdframes zien. Dus het is gewoon voor nu is het een waiting game. Hè? Zien we een closing hieronder, een 4 uur closing, dan gaan we down. Zien we een closing hierboven, dan gaan we up. We zitten dus duidelijk gewoon in een range. We spelen nu ook gewoon de game van ranges. Je kan het alle kanten op.
Ik zou zeggen buy the support en short the resistance. Alhoewel ik niet zou shorten wanneer we dus nu momentum gaan krijgen. Weer die blauwe box naar die testen, dan zou ik hem niet shorten. Het zou nog wel kunnen, aangezien de kleinere tijdframes zoals de 1 of zoals de 2 uur die wij zijn beneden, hè, dat we nog één push naar beneden gaan krijgen, een week naar beneden zoals net gezegd, en dan alsnog een push omhoog gaan krijgen. Want qua telling kan dat ook. Dus ik zou wel buy the support doen met een wat strakkere stop los. En ik zou geen short the resistance doen. Want ja, we hebben natuurlijk die hidden bullish divergentie die dus die move flink verder omhoog kan pushen. En als je hier dus een long hebt en we weten deze grijze box te behalen, ja, dan ziet het er gewoon super goed uit. Dus, ik ga de video niet langer maken dan het nodig is. Misschien sommigen van jullie hebben het al eerder gezien vanmiddag dat ik live probeerde te gaan. Maar ik heb dus in één keer problemen met het streamen ervan. Ik heb geen idee, mijn hele laptop crashte, alles liep vast. En ik zag ook nog eens dat YouTube, en ja, wil je live gaan. En normaal kan je op een knopje live drukken. Maar eigenlijk wanneer je OBS opstart, je gaat live. Dan begint hij gelijk al af te spelen zonder dat je kan aftrappen. Dus dat is even een dingetje waar ik mee moet leren omgaan. Dus daarom heb ik nu gekozen om alsnog pre te recorden. En nog, eigenlijk wil ik ook nog even afsluiten met onze goud en zilver. Want onze zilver die heeft een correctie gehad van 21%. Alleen dit is voor mij eigenlijk een 3-wave move. En dat betekent dus, hè, dat er waarschijnlijk meer in de pot zit. En dit is gewoon een 3-wave move. Dat betekent als we nu omhoog uitbreken, ja, dat we in ieder geval deze zone weer kunnen gaan testen. En eigenlijk als we deze B uitschakelen, ja, dan is het gewoon super bullish. Want dan kunnen we gewoon weer eigenlijk een, dit is dan een 1, dus een 2 en een 3, 4 en dan kunnen we gewoon weer een nieuwe high gaan maken. En ja, dat ziet er natuurlijk ook gewoon super goed uit. Dus ook hiermee in combinatie met goud, met zilver, Bitcoin. Ik zie eigenlijk heel veel overeenkomende charts. En hier zien we eigenlijk alweer een klein mooi pennetje die aan het vormen is. Misschien wordt het wel een bullflag of het wordt een pennet. Het kan allemaal. Maar het is in ieder geval, het ziet er niet al te slecht uit. Dat is wat ik wil meegeven. Het ziet er goed uit. En zolang het er goed uit blijft zien, ja, kijk ik omhoog. Trend is je friend. En ik wil ook nog eventjes kijken om echt af te sluiten naar onze link. Want onze link is natuurlijk gewoon de leider, de big boss in the game. Ja, ik baal er gewoon zo erg van dat ik deze gewoon niet eens in mijn long-term back heb. Ik weet niet waarom. Ik heb hem gewoon niet erin. Maar Link die weet gewoon scores te maken waar je bang van wordt. Als we kijken waar die op 3 april stond, is het gewoon een gain van 1000%. En dat slaat gewoon helemaal nergens op hoe parabolic Link is gegaan. Het is huge. Als we hier een bullflag van kunnen maken. Zie je hem hier ook? Zo. Even kijken wat de target van. Zo. Even kijken wat de target van de bullflag is. Als we hem gewoon eventjes grof wegpakken hoor. Zo. Vanaf hier naar hier. Nou, die target hebben we sowieso gehaald. Ja, die target zwaar erboven zelfs. Link blijft gewoon parabolisch gaan. En zelfs op de daily geen bearish divergentie meer mogelijk. Ook op de 12 uur geen bearish divergentie meer. Ja, hier dan dit stukje alleen. Op de 6 uur, ja, begint het wat meer toppie eruit te zien. 1, 2, 3, 4. Ja, de telling hier lijkt wel klaar hoor. Kijk maar. 1, 2, 3, 4, 5. Maar goed, hè, als Bitcoin ervoor kiest, dan zal dit waarschijnlijk het geval zijn. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dan zal dit het geval zijn. En dan gaat het betekenen dat Link dus nog hoger weet te gaan. Nou ja, het kan niet gek genoeg met Link. In ieder geval, wat ik nu wil meegeven naar zo'n parabolisch event, pas op. Goed, mocht je deze video weer leuk en interessant vinden, vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te geven. En nogmaals, deze video is niet bedoeld als financieel advies. Dit is enkel mijn visie wat ik deel over Bitcoin en andere cryptocurrencies. Nogmaals, ben je ook niet lid op dit kanaal, vergeet dan ook vooral niet op het abonneerknopje te drukken. En dan wens ik jou een hele fijne middag. Best voor het beste en we keep in touch. Hoi hoi!